Hi, uh, hi guys, um, welcome to part 2. Um, I'm going to just explain some more um, grammar to you today. I'll explain to you um, bijwoorden and the relative pronouns, with which I mean uh, who and which. Alright? Dus vandaag gaan we het hebben over een paar stukjes grammatica nog die we moeten bespreken. We gaan het hebben over bijwoorden en de woorden who and which. En om jullie te beste ga ik ook nog eventjes de woorden checken. Oké, okay. dus om daar maar, maar te beginnen. Hier zijn een aantal woorden die je hoort te kennen. <laughs> um, proberen, vergeten, vol zelfvertrouwen, keel en neuringen. Als het goed is en je je leerwerk een beetje bijgehouden hebt, dan ken je deze woorden. Als je ze niet weet, um, je kan nu de video even pauzeren om er rustig over na te denken en ze misschien op te schrijven, uh, etc. Als je ze niet weet, had je misschien Iets beter naar de eerste twee lessen van unit 4 moeten kijken. Oké? Okay? Dus dan weet je dat voor jezelf. Jij hebt het gediagnosticeerd, dan kan jij daar je vervolgacties op, op plannen en aanpassen. Oké? Okay? De juiste antwoorden waren als volgt: uh, try, forget, confident, throat, and hum. Oké, okay? dus neurie bijvoorbeeld is hum. Ik weet het, het is een raar woord. Um, moving on from that to the more important parts, we're going to move on to the words who and which. Oké, okay. we gaan kijken hoe we de woorden who en which gebruiken. Die noemen we ook wel relative pronouns. Dus dan weet je dat later. Oké, okay. je gebruikt deze woorden dames en heren, who en which, op deze manier om een beetje extra informatie te geven. Dus uh, ze betekenen ook wel welke en wie. Maar als je naar een zin kijkt als uh, dat is de persoon die ik ken of dat is de hond die zo gemeen is, dan zie je dat het daar met het oranje woordje die um, een beetje extra informatie. Gegeven, gegeven worden. In het Engels kan je hetzelfde doen, maar dan met who en which. Dus je had ook gewoon in zin kunnen zeggen: dat is de persoon. Je had ook gewoon kunnen zeggen: dat is de hond. Maar je wilt een beetje extra informatie geven en daarom plak je er een soort van extra stukje aan vast met het woordje die. Nou, in het Engels zeggen we niet die, want dat is een Nederlands woord, <laughs> maar kies je tussen who en which. En um, de vraag is natuurlijk altijd. Als ik je twee keuzes geef op deze manier, leuk, maar wanneer gebruik je dan welke? Oké, okay, dus dit zijn de regels daarvoor: We gebruiken who als je extra informatie plakt aan een persoon, en which als je het plakt aan dingen. Let erop dat in het Engels wij ook denken dat dieren dingen zijn. Dat zijn geen personen. Dus we zeggen niet the dog who I like, uh, maar which I like. Um, dit zijn de regels. Wederom, je kan het even pauzeren nu, als je wilt. Maar who gebruik je als je extra informatie wil plakken aan personen. En which gebruik je als je extra informatie wil plakken aan dingen. Oké, okay? voor een paar voorbeelden. She is the girl who was so mean to me. Nou, hetgene waar je extra informatie aan plakt is the girl. En dat is een persoon. Daarom zeg je who. Hetzelfde doen we hier. He is someone who can do that thing. Je plakt extra informatie aan he. En daarom moet je hoe gebruiken. Nou, laten we even bij which kijken. That's the car which I want. Het gaat om een auto. Dat is een ding. En daarom is het uh, which. En als laatste. That was the homework which was so important. Nou, het gaat om het huiswerk. Dat zo belangrijk was. Je geeft extra informatie. En dat is een ding. En daarom zeg je which. Oké. Okay. Um, Hier zijn nog wat extra. Het begint steeds krapper te worden hier. Dit zijn nog wat extra oefenzinnen. Uh, als ik jou was, zou ik nu de video even pauzeren. Naar de volgende zes zinnen kijken. En kijken of jij deze zes zinnen kan voorzien van het woordje who of which. Als jij gekeken hebt naar wat voor iets nou extra informatie krijgt. Is dat een persoon, en daarom gebruik je who. Of is het een ding, en gebruik je which. Oké, okay? de eerste zullen we dan even samen doen. I talked to the girl, puntje, 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 was crying. Waar geef je extra informatie over? Je geeft extra informatie over het meisje. Het meisje is een persoon. En daarom is de volledig correcte zin. I talked to the girl who was crying. Oké, okay? pauzeer de video nu. Pauzeer, 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 pauzeer. En. En doe de rest van de zinnen dus. Hopelijk heb je dat nu gedaan. Want dan zit ik hier van links te wachten. Oké, okay, nu. <laughs> Hopelijk heb je nu de zinnen gedaan. Um, dan zijn hier niet de juiste antwoorden. Dus daarom zeg ik ze maar even. Uh, yesterday I saw a house which was really very old, want het gaat om een ding, een huis. De derde: this is the boy who comes from America, want je geeft extra informatie over een persoon. Vier, my uncle is someone who is often nervous, want het gaat om een persoon. Um, we often visit Canberra, which is in Australia. Je geeft extra informatie over een plek, is ook een ding. En zes als laatste, the man who came first was extremely fast. Want het gaat om een persoon. Oké, okay? dat was who and which, en dat was bijwoorden. Uh, nee, sorry, who and which. Nu gaan we nu door naar bijwoorden. Um, bijwoorden, dames en heren, dit is niet heel erg moeilijk. Bijwoorden zijn woorden, zoals de woorden you always. Usually, just, uh, never. Ze geven ook een beetje extra informatie. Ze vertellen hoe iets gebeurt. Um, leuk, maar waar moet je die nou in de zin stoppen dan? Ja? Um, want leuk als we die woorden kunnen gebruiken... maar mag je die zomaar ergens neerpleuren? Is dat voor in de zin, achter aan de zin? Etcetera? Zijn er regels voor? Ja, daar zijn er zijn regels voor. De regels voor waar je deze bijwoorden in de zin kan zetten... zijn als volgt. Jij mag een bijwoord altijd voor het werkwoord zetten. Dus als je een zin hebt en je ziet een werkwoord en je wilt daar altijd van maken, of je wilt daar het woordje nooit bij aan toevoegen, dan mag je die altijd gewoon voor het werkwoord zetten. Behalve, behalve als dat, woord, uh, als dat werkwoord een vorm van to be is. Dan moet die erna komen. Oké, okay? dus een voorbeeld. Uh, laten we zeggen dat je het woordje always wil toevoegen aan een zin. Nou, dan kijk je naar een zin en je ziet een werkwoord staan, dus dan heb je het voorbeeldzin. You always worry. Of, she never dances. Um, maar als het dan een vorm van to be is, dan mag je er na. Dus je hebt you are always worrying. Of there is never time for fun things. Kleine spellingsfout daar. Um, het belangrijkste is dat het na een vorm van to be komt. En de vormen van to be waren am, are, is. Met um, is voor he, she, it. En am voor I. En are voor meervoud in you. En dat is het. Oké? Okay? Dus dan kan je je voorstellen dat op de toets. Um, ik graag wil dat jullie weten waar in een zin je die zet. Dus. Oei. Als je naar de volgende zes zinnen kijkt. Um, zou jij de video zo kunnen pauzeren en kijken waar je uh, deze bijwoorden neer zou zetten? Um, de bijwoorden staan helemaal links. En jij moet zeggen of die op A of B komt. Ik zou de video nu pauzeren. En nu ben je er weer. En nu heb je voor alle zesde zinnen besloten waar die moet staan. Zo niet, want dan heb je de instructie niet begrepen en dan ga je dat nu doen. Maar hier zijn de juiste antwoorden. <laughs> um, bij de eerste zin: um, Tom um, is usually very friendly. Want dat is een vorm van to be. En zoals je ziet, mag hij er dan na. Oké. Okay? Um, Tom is usually very friendly. De volgende. Christine never smokes, want het is een werkwoord en daar komt hij dan voor. De derde. They sometimes read a book, want het is het werkwoord read, dat is niet vorm van de be, en daarom mag je ervoor. The bus uh, stop is just around the corner, want het is een vorm van de be, het woordje is, en daarom mag je erna. Uh, vijf. He often listens to the radio. Want listen is geen vorm van to be en daarom komt hij ervoor. En als laatste zes. Jess uh, always sings in the bath. Want wederom geen vorm van to be en daarom kleuren we hem ervoor. Oké? Okay. Um, dat waren bijwoorden, dames en heren. Daarmee heb ik jullie who en which uitgelegd vandaag. We hebben bijwoorden gedaan. Als het goed is, kan je die opdrachten nu ook goed doen en beter doen... Uh, vanuit het huiswerk dat ik je op gisteren opgegeven heb. En om jullie een beetje aan te moedigen. Als je hiernaar kijkt, zie je dat ik nu alle grammatica K4 Unit 4 behandeld heb, samen met de vorige video. Dus we hebben de present simple gedaan, de inform, de future, dus kiezen tussen will of shall, vandaag bijwoorden en who and which. Zorg ervoor dat je langzaam doorwerkt, dat je werkt aan diagnostische briefschrijven. Ik heb nog een Padlet opdracht online gezet uh, waar ik naar ga kijken. En hou gewoon magisteragenda aan de gaten. Dan nou overbruggen wij deze tijd uh, echt wel goed. Um, ja, ga zo door. Het aantal van jullie doen het er hartstikke goed. Het aantal van jullie moeten even aanpoten. Maar alle complimenten in de wereld aan degenen die hard aan het werk zijn. Voor vragen, mail mij via magister. Um, dat was het wel. Heel erg veel succes deze tijd, mensen. En ik denk dat jullie het huis wel, uh, wel overleven. Oké, okay? succes. Doei. Doe.